الحمد لله تعالى خلق الإنسان على أحسن مثال وقسم الأرزاق والآجال والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى الآل والأصحاب مصابيح الدجا. Zoals ik al zei, we zijn nog steeds bij de rechten van de echtgenoot. En we hebben alhamdulillah meerdere rechten genoemd. En vandaag hebben we stilgestaan bij vier rechten. Een van die rechten, ik zei dat de echtgenote haar echtgenoot dankbaar moet zijn. En dat ze ook haar positie en hetgeen wat hij voor haar doet ook erkent en niet ontkent. En ik zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt in de authentieke overlevering, degene die de mensen niet dankbaar is, is Allah ook niet dankbaar. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Degene die de mensen niet dankbaar is, zal Allah subhanahu wa ta'ala ook niet dankbaar zijn. En ik zei, hier praat de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de algemene dankbaarheid jegens de mensen. Wanneer zij iets voor je doen. Wanneer zij iets voor je betekenen. Als een vorm van dankbaarheid voor hetgeen wat zij voor je deden. Maar wat denk je van hetgeen wat de man voor zijn vrouw doet? Want ik zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de overlevering, als ik iemand zou verplichten, opdragen, om te gaan neerknielen voor iemand buiten Allah, dan had ik de vrouw opgedragen om te gaan neerknielen voor haar echtgenoot. Wegens de rechten die hij op haar heeft. En hetgeen wat deze zaak nog duidelijker maakt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de overlevering, La yanzuru Allahu ila imra'ati la tashkuru li zawjiha. Allah kijkt niet naar een vrouw die haar man niet dankbaar is, terwijl zij niet onafhankelijk van hem kan zijn. Oftewel, terwijl zij afhankelijk is van hem. In al hetgeen wat ze doet, is ze afhankelijk van haar echtgenoot. En daarom zei ik, een vrouw dient haar echtgenoot dankbaar te zijn middels haar tong. Dat ze constant hem bedankt voor hetgeen wat hij voor haar doet. En ook middels haar hart, dat ze ook vanuit haar hart tevreden moet zijn met haar man. En ook met haar ledematen door hem te gehoorzamen. En ook dat zij goed over hem praat. Bij zowel zijn familieleden als bij haar familieleden. En dat zij niet klaagt. Want het klagen over haar man bij haar familieleden of zijn familieleden of haar vriendinnen of haar nichten. Dat is een vorm van ondankbaarheid jegens haar echtgenoot. Wat een vrouw niet dient na te komen. En ik zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de overlevering, tegen de vrouwen toen hij hen had uitgenodigd om uit te geven omwille van Allah. Hij zei tegen hen, geef uit omwille van Allah. Want ik zag dat jullie tot de grootste groep van het elfuur behoorden. En dan vragen zij aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ja Rasulallah, komt het door het feit dat wij ongelovig zijn? Want hij zei tegen hen, takforna, omdat jullie ongelovig zijn. En dan zeggen zij tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ongelovig zijn, niet aan Allah geloven? En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, nee, omdat jullie echtgenoot niet dankbaar zijn. Takfurna al-ashir wa takfurna al-ihsan. Dat jullie echtgenoot niet dankbaar zijn en ook de ihsan, het goede wat hij voor jullie doet, ook niet dankbaar zijn. En dan maakt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat nog duidelijker in dezelfde hadith. Hij zegt, wanneer de echtgenoot een jaar lang het goede kent tegenover zijn echtgenote en zij ziet één zaak bij hem wat zij niet leuk vindt, waardoor zij boos werd, en dan zegt zij tegen haar man, ik heb nog nooit het goede met jou gekend. Ma ra'aytu minka khayran qat. En dat is niet het dankbaar zijn. Al zou ze één zaak zien, 3, 5, 20, 100, maar vergelijk het met hetgeen wat hij voorheen deed. En dan is het zeker dat hetgeen wat goed was, meer en groter is dan hetgeen wat niet goed was. En daarom dient zij haar man dankbaar te zijn. De tweede zaak wat ik had genoemd. Ik zei, het is niet toegestaan voor een echtgenote
om iemand in zijn huis te gaan binnenlaten zonder zijn toestemming. Ik zei, het behoort tot zijn rechten dat zij niemand van de mensen in zijn huis binnenlaat zonder de toestemming van de echtgenoot. En ik zei, vooral als het gaat om mensen die hij niet mag. Vooral als het gaat om mensen die hij verafschuwt. Maar als zij weet, omdat ze hem goed kent, dat hij wel tevreden is over iemand, dan zou het geen probleem zijn als zij die persoon binnenlaat. Zowel mannen als vrouwen. Maar zoals ik duidelijk heb aangegeven, als het gaat om de mannen, dan praten wij over de meharim. Haar mannelijke familieleden met wie zij niet mag trouwen, dat noemen we de meharim. Maar als het gaat om vreemde mannen, dan is het ten alle tijde verboden om dat binnen te laten als de man niet aanwezig is. Zowel mannen als vrouwen moet zij binnenlaten met de toestemming van haar man. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in de overlevering, geen enkele vrouw mag vasten terwijl haar man aanwezig is, behalve met zijn toestemming. En geen enkele vrouw, oftewel hij zegt, en zij mag niemand in het huis binnenlaten zonder zijn toestemming. وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. En zij mag niemand toestemming geven, behalve de toestemming van haar man. En deze zaak maakt de profeet sallallahu alaihi wasallam nog duidelijker in een andere overlevering. Hij zegt, فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُمْ. En de rechten wat jullie op hen hebben, dus op de vrouwen, wat zij moeten nakomen voor de mannen. Hij zegt sallallahu alaihi wasallam, أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُمْ. Dat ze niemand over de bezittingen van het huis binnen mogen laten. Of binnen mogen binnenlaten, behalve met de toestemming van de echtgenoot. Een forosh, dat zijn de inbedoel van het huis. Nou, met hetgeen wat wij thuis hebben. Dus dat zij niet binnen mogen komen zonder de toestemming. En dan is het, zoals ik al zei, hier komt een vraag. Stel je voor dat de man en de vrouw bijvoorbeeld samen de huur betalen. Want tegenwoordig is het bij heel veel moslims dat zowel de man als de vrouw werken. En dat ze samen de huur betalen. Is het nog steeds van toepassing dat de vrouw nog steeds toestemming moet vragen aan haar man? Nee, nog steeds. Het feit dat zij een deel van de huur betaalt, betekent niet dat zij deze zaak niet meer hoeft te doen. Want de profeet Aisem heeft geen onderscheid gemaakt tussen de vrouw die haar man hierin helpt of niet helpt. En daarom dient de vrouw te weten, ongeacht hoeveel zij betaalt, want zij is niet verplicht om dat te betalen, dat niet zij ook te weten. Het is gewoon een zaak van het, de goede omgang wat zij heeft met haar man, dat doet. Naam. Maar het feit dat zij betaalt, is het niet van wie betaalt bepaalt, zo werkt het niet. Dat is niet een qaida wat wij kennen binnen de islam, dat kennen we niet. Dat botst gewoon letterlijk en figuurlijk met de islam. En daarom zeggen we, naast het feit dat zij betaalt, dient ze ook toestemming te vragen aan haar man. En ik zei, vooral wanneer de man ziet dat een van de haar familieleden bijvoorbeeld, als hij thuis komt, dat het altijd leidt naar bepaalde irritaties, conflicten, problemen. En dat hij, wal'iyadhu billah, haar aanspoort om opstandig te zijn tegenover haar echtgenoot. Dan zeggen de geleden, dan moet ze haar man daarin gehoorzamen om die persoon niet binnen te laten. En ik zei, al gaat het om haar broer, al gaat het om haar oom of tante, of zus, het maakt niet uit om wie het gaat. Maar de man dient wel oprecht te zijn. En eerlijk te zijn. Met een geldige reden wil hij dat verbieden. Niet zomaar omdat ik er niet mag. Op basis van wat? En daarom dient een man Allah azawajal te vrezen. Want Allah azawajal, de alwetende, de alziende, de alhorende. Hij weet ook, je weet ook wat jij doet. En hij kan jou ook bestraffen daarvoor. En je zult ook tussen de handen van Allah zo komen te staan. Wat zul je tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeggen? De derde zaak. Ik zei dat de geleerden ook zeggen. Dat het tot zijn rechten behoort. Dat zij niet mag vasten als haar man aanwezig is. Behalve met zijn toestemming. En dat is hetgeen wat de profeet als hem duidelijk heeft gezegd in de overlevering. Geen enkele vrouw mag vasten als haar man aanwezig is. Behalve met zijn toestemming. En dan zeggen de geleden, hier zit er ook een soort motief achter, een reden achter. Want wanneer de man, laten we zeggen,
zijn vrouw nodig heeft voor gemeenschap, geslachtsgemeenschap, mag ze dan op dat moment weigeren omdat ze aan het vasten is? Nee, want we hebben hier twee oordelen. Iets wat aanbevolen is en iets wat verplicht is. Het vasten is voor haar aanbevolen, want de profeet heeft het over vrijwillig vasten, niet over verplicht vasten. Bij verplicht vasten mag hij haar vasten niet onderbreken. Bij vrijwillig vasten, en dan hebben we iets wat vrijwillig is, dus aanbevolen. En het gehoorzamen van de man, dat is verplicht. En hetgeen wat verplicht is, is zeker hoger dan hetgeen wat aanbevolen is. En daarom is het verstandig en verplicht dat de vrouw dat zelfs vraagt aan haar man. Maar stel je voor als haar man op vakantie is, ja, dan is er geen reden. Dan zeggen de geleerden, de profeet zijn duidelijk, als hij aanwezig is. Want dan gaat het om het motief wat genoemd is. Want wanneer hij gemeenschap met haar wil, dat niet het vaste in de weg staat. En dat zelfs imam Malik rahimahullah zei, dat zelfs wanneer nog een beetje tijd over is voor zonsondergang, en hij vraagt zijn vrouw op dat moment om haar vasten te verbreken, omdat hij haar nodig heeft, dat ze ook haar vasten dient te verbreken uit gehoorzaamheid aan haar man. En zeker ook uit gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. En deze zaak moeten we niet onderschatten. En ik zei, als de profeet sallallahu alaihi wasallam duidelijk zegt dat zelfs de vrouw toestemming moet vragen aan haar man bij het vasten, wanneer ze vrijwillig vasten wil verrichten. Wat denk je van zaken die toegestaan zijn? Zaken die toegestaan zijn. Moet ze ook toestemming vragen? Naam. En wanneer de toegestane zaken in de weg staan, dat hij zijn behoefte niet kan doen op dat moment. En dan is het niet toegestaan. En de vierde zaak wat ik had genoemd. Ik zei, het is voor een vrouw ook niet toegestaan om zonder toestemming het huis van haar man te verlaten. En hier ga ik ook een zaak verduidelijken. Het komt wel eens voor dat man en vrouw bepaalde conflicten hebben. En voordat je het weet, heeft de zuster, de vrouw dus, de echtgenote, haar koffer ingepakt en zij is al vertrokken naar het huis van haar ouders. Wij zeggen zelfs dat ze het huis niet mag verlaten en daarnaast nog haar koffer te gaan inpakken. En dan zegt ze, ja, maar mijn man die heeft toch de scheiding uitgesproken. En deze zaak gaan we nog uitgebreider behandelen wat betreft de scheiding. Maar al zou de man zelfs de scheiding hebben uitgesproken. Maar Allah azawajal heeft de vrouw ook bepaalde wachtperioden gegeven. Dat noemen we l'idda. En zolang de scheiding nog steeds binnen de l'idda is, dan mag ze haar huis ook niet verlaten. Al zou de man de scheiding hebben uitgesproken, naam. En al is het te zwaar voor een zuster om dat te kunnen toelaten. En dat zij nog in zijn huis blijft. Maar zij doet het uit gehoorzaamheid aan Allah Azza wa Jal. Ze mag het huis niet verlaten. En Allah Azza wa Jal zegt in de Koran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ Verblijf in jullie huizen. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى En doe niet de manieren van de tijd van de onwetendheid. Wanneer de vrouw zonder hijab naar buiten gingen. Wal'iyadhu billah. En dat betekent dat de vrouw als oorsprong ook thuis moet verblijven. En pas naar buiten moet gaan wanneer het nodig is. En hetgeen wat deze zaak ook bijzonder maakt. Dat wanneer zij in haar huis verblijft, dat ze een aanbidding verricht. En dat ze daarvoor beloond wordt. En ik zei, dat betekent niet dat de vrouw constant haar man moet bellen wanneer zij iets buiten moet doen. Nee, ik zei ze kunnen wel een algemene afspraak met elkaar maken. Dat ze een algemene toestemming krijgt van haar man. Dus wanneer ze haar ouders kan bezoeken, haar zus, haar broer, haar tante. Nou, en zulke zaken dat ze wel een algemene afspraak met elkaar maken. Waardoor zij op dat moment ook een algemene toestemming krijgt. Dan is er niks aan de hand. Maar als zij geen toestemming heeft gekregen, zoals Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah heeft gezegd. Als zij geen duidelijke toestemming heeft gekregen, geen algemene, geen specifieke, en ze verlaat haar huis zonder noodzaak, dan begaat zij een zonde. Dan is zij Allah en zijn boodschapper ongehoorzaam. En de geleerden zeggen, al gaat het om het bezoeken van haar ouders, maar haar tante of oom of broer of zus of iets anders, zonder toestemming begaat zij een zonde. En ik zei, een vrouw dient niet, subhanallah, dat als een onaangename zaak te gaan ervaren of moeite te hebben met het accepteren van deze kwestie. Want deze kwestie komt van Allah, de Alwetende, de Alwijze. Zodat wij ook onze gezinnen beschermen.
En dit soort zaken, wanneer wij dit soort zaken onderschatten, dan leiden dit soort zaken naar heel veel problemen. Wa ni'adhi billah. As'arullah al-azim abhi asma'il husna. Wa sifati al-ula. Ani wa fiqani wa iyaakum lima yuhubu arda. Innahu wa liyudhalika wa al-qadiru alayhi wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alameen.